Dit was januari. We hebben ons voorzitterschap aangevat met de consumptie van een lat chocolade die niet kosher was, dus dan weet je het wel. Een duidelijke boodschap aan Israël. Geen hond die de politiek volgt of verstaat. Dat snap ik als christendemocraat. Huh? De kak die hij introk was geen kattenpis, dat nam niet weg. Dat hij een loser is. Er was de bijeenkomst van die dwazerikken. Die allemaal snuiven en slikken. De doodstraf is ook iets extreem ongezonds. Dat blijkt uit een studie van het Christelijke Ziekenfonds. Wij zijn voor abortus, desnoods postnataal. Al droog hij 5 kippels, hij bleef even kaal. Voor YouTubers was meer begrip in de zaal. Ook al kunnen ze niet voldoende onze Nederlandse taal. Oh no, wat doet hij nu? Dat kan niet. Pure fucking horror. Ja, nu, ja, nu, januari. Ja, nu, ja, nu, januari. Yeah. We stuurden een boot richting de Rode Zee. Dat is goed, zei die moeder, maar ik ga niet mee. Er is een maanlander geland op de maan, omdat de zon niet op zijn wees scheen te staan. Soms was de vloer lava, soms was de vloer ijs. Soms was het wind stil, maar opeens had de prijs. Er werd overwogen het weer af te schaffen. De Verenigde Staten willen de daders straffen. Het stikstofdecreet stonk zo hard als de pest, maar wel niet zo hard als het boerenprotest. Daar waren opvallend veel boeren aanwezig. Soms denk ik ook van, met wat ben ik in godsnaam bezig? Limburgers zwaaiden gegevens goodbye. Dat nieuws was zo saai als een Limburgse vlaai. Ontelbaar veel vogels bevolkten het land. En die werden dan feestelijk verbrand. Had je bij die deugd niet een huisje gehuurd, dan werd je gefilmd en dan werd je begluurd. De negativo's die daar graag over kijven, die gaan negatief blijven. In blijde verwachting. Van ons staakt het vuren, wat spijtig genoeg nog wel even kan duren. Zoeken we iets anders om over te zeiken. Met veel dank voor het kijken.